Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20, aangevallen worden door een zombie, maar dat maakt niet uit. In de vorige aflevering zijn we voor de eerste keer naar de jungle gegaan. Ik moet heel erg snel praten, want ik wil dit eigenlijk zo snel mogelijk doen. We hebben een stuf gevonden, heel erg veel boeiende stuf. We moeten nog één keer heel eventjes terug naar de jungle, omdat we nog wat stingers en andere zooi van de jungle nodig hebben. Dus ja, daar gaan we in deze aflevering maar eens mee gaan beginnen. Ik heb twee spelanke potions bij me, als ik even op escape druk kunnen we dat zien. Ik heb een LPV potion bij me. Hopelijk tot we een craftation potion vinden, maar de spores en de stingers zijn dus op dit moment het belangrijkste. Aangezien dat we gisteren de hele aflevering een beetje op de jungle hebben gebaseerd, ben ik dus van plan om in deze aflevering van vandaag te zeggen, jongens, we gooien er een fast forward in. Dus ik ga heel eventjes iets dieper in de jungle. Hey. We hebben ze niet meer nodig, maar echt, we kunnen... Ja, ik heb het niet uitgelegd in de vorige aflevering. Hard crystals zijn dus nu heel erg handig. Omdat we dus daar nog... lanterns van kunnen maken. Health lanterns, om precies te zijn. En een health lantern, die helpt dus heel erg... Die helpt dus heel erg goed mee met het... overleven, zeg maar, die willen we echt hebben in de arena, laat ik het zo zeggen. Dus zeker handig om die nog mee te nemen. Nou, ik zie daar nog een Moonglow liggen, die wil ik ook eventjes bij hebben. Dus ik ga nou eventjes naar een nieuw gebied. Ik neem per ongeluk dit mee, maar die kan ik nog altijd weggooien. Dus ik denk dat ik vanaf, nog ietsje dieper. Oké, we hebben de Moonglow. Ik weet het, het is heel erg donker, maar ik wacht nog heel eventjes met de LPV potion. En oeh, een bij. Vergeet niet, bijen die droppen de stingers, dus zeker handig om die gelijk eventjes te killen. En elke keer als ik nou schade neem, zie je dus zeg maar blauwe tekst. En dat is dus zeg maar totdat mijn mana zou herstellen als we mana nodig zouden hebben. Dus ik ga hier gewoon naar beneden graven. Ik gebruik een spelanke potion en we beginnen dus met de fast forward. En dan gaan we weer verder. Dus editor, toekomstige ik, hoe dat je ook noem. Start maar met de fast forward op het moment dat we dus de potions hebben gebruikt. Dat is 1, dat is 2. Fast forward commencing. Oké dan, we hebben genoeg stingers, hoop ik. En we hebben dus zoveel kistjes gevonden. En nu ga ik ook mijn timer aanzetten en dan tel ik er gewoon 2 minuten bij. Maar heel eventjes, waar is mijn timer, Oké, okay, die is hier, oké, nou. We hebben dus heel erg veel stuff gevonden. 8 kistjes, plus een extra shrine. Zoveel accessoires die we al hadden. We hebben eindelijk de cloud in een bottle gevonden. Die zou ik nog kunnen equippen voor een extra double jump. Als ik me niet vergis. Ik zal het heel eventjes kunnen laten zien. Want ja, deze die is handig. Maar ik weet niet. Ik ga het heel even kijken. 1. Oh. Even een beetje ruimte. We hebben nou dus die cloud in een bottle. Dus 1. 2. Hover. Dus ja, we hebben dus nou eigenlijk een triple jump. Kunnen we behoorlijk veel hoogte mee maken, maar op zich is het niet echt nodig om dat te hebben. We hebben in ieder geval genoeg stingers en spul. En we hebben eindelijk die gravitation potion. Oh, dat heeft zo lang geduurd. Na 8 kistjes maar 1 gravitation potion. Maar dat maakt niet zoveel uit. Hadden we trouwens al een vis standbeeld, want die heb ik ook gevonden. Ja, dat hebben we nog niet hier staan, dus die zet ik hier ook gelijk even bij. Ik ga zoals altijd heel eventjes mijn inventory legen en ik zie jullie in een seconde.
Oké, nou, mijn inventory die is geleegd. Ik heb even wat accessoires. Ik heb niet de triple jump op dit moment. Ik heb nog steeds deze gepakt, omdat ik vind de triple jump een beetje irritant. Ik vind het makkelijker om gewoon te kunnen hoeven naar een tweede keer op spatie te drukken. En voor de rest heb ik dus dubbele items verkocht en alles. Nou, we hebben dus eindelijk na zoveel kistjes één gravitation potion waar we zeker iets mee gaan doen. Maar eerst wil ik eventjes jullie laten zien wat dus heel belangrijk is om te maken. Dus speel je mee, goed opletten. Je wil dus eventjes hier naartoe gaan. En je wil de Blade of Grass maken. Die doet 29 melee damage. Is best wel een traag wapen. Maar hij is behoorlijk groot toe als je ziet. En hij is niet volledig automatisch zoals dat onze Murderous Red Facesaber is die maar 22 melee doet. Dus op zich, ja, ik vind het automatisch wel handig, maar deze geeft bijna geen knockback. En deze die geeft ook bijna geen knockback. Oké, dat maakt niet uit, maar ja, hij heeft wel... Ik denk dat ik deze gewoon heel eventjes in een item frame doe. En dat we heel eventjes de Blade of Grass gaan houden. Nou hoop ik juist, we kunnen ook dus zeg maar een nieuwe... grappling hook maken. Zeker handig om die eentje te maken. En voor de rest gooi ik alles weer terug eventjes in de materialendoos. Even kijken, materialen, dus daar mogen nou de vines bij, daar mogen de stingers bij en daar mogen de jungle spores bij. Ik weet nog niet of we voor de link look gaan. Ik heb namelijk... Ik ben nog steeds aan het opnemen, dus op maandag. Dus ik weet nog niet precies hoe dat daar de reacties over verdeeld zijn, maar daar hoop ik dus snel te weten en dan kunnen we dus kijken. Ik heb al 9 jungle crest seeds, ik zal ze blijven verzamelen op het punt en ik wacht de reacties netjes even af. Goed, nou, nadat we dat gedaan hebben... ja, ik denk dat ik deze eventjes dan hier even ophang. Zo, even. Poef, die gaat daar heel eventjes hangen. Ik heb mijn recall potions. Ik kan nog steeds niet geloven dat we na zoveel kisten nog steeds geen Magic Mirror hebben gevonden. Die dus zeg maar precies hetzelfde doet als de bekende... Nee, jij bent een quester. Ik moet eventjes iets verkopen, want de grappling hook die mag nu weg. Dat geeft er even een beetje geld. Ik kan gewoon nog steeds niet geloven dat we nog steeds zoveel pech hebben betreft de... de... Magic Mirror, naar zoveel kistjes. Maar goed, wij gaan dus heel eventjes het Skyrim huis boven heel eventjes gaan onderzoeken. Hopelijk dat we dan dit zeg maar helemaal compleet kunnen maken. En dat doen we dus met een Gravitation Potion. Nou, ik heb dus al een huis, of de Skybase hier gevonden. En ik heb dit al een behoorlijk stuk afgelopen. Dus het kan zijn dat ik heel goed gemist heb. Maar ik wil echt eerst eventjes hier even controleren. En we hebben maar één Gravitation Potion. Dus ik denk dat ik hier meer kans heb als het aan de andere kant. Dus die ga ik ook nou zeker doen. Nou, je hebt dus 3 minuten heb je Gravitation Potion. Wat dat inhoudt, druk je op W. Ga je dus de lucht in. Dan is de zwaartekracht dus omgedraaid. En we gaan heel hoog. Tot het einde van de map. En dan gaan we dus zo eventjes het luchtruim eventjes bekijken. Om te zien of hier ergens nog een extra skybase zit. Dus dit zal je hem heel eventjes zien doen. Om te kijken of we zo even wat skybases kunnen vinden. Nou, skybases die zijn best groot. Dus we kunnen wel een behoorlijke chunk zeg maar zo eventjes zo open gooien. En als je dus zeg maar geen horseshoe hebt... Raad ik ten hoogste aan om dus ervoor te zorgen dat je wel een double jump hebt. Of je tijd goed in de gaten houdt over hoe lang dat je nog hebt. Om te kijken dat je geen falling damage gaat nemen. Heel erg belangrijk. Goed, nou. We hebben dus 3 minuten de tijd. Dus ik hoop op zijn minst die 2 skybases te vinden. Daar kunnen we dan van eigen nog naartoe klimmen via een dirt muur of zo. Maar het is eventjes onmakkelijk te vinden waar dat die krengen zich bevinden. Dus En ik ben zeker benieuwd of we nou eindelijk kunnen vinden of we dus een skybase inderdaad hebben. Met dus het probleem van, tot daar een meteor is opgeland. Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Dus ik hoop dat we eentje kunnen vinden. Er zijn er 6 in deze wereld. 5 of 6 moet ik zeggen. Dus daar hebben we de harpies waar ik het over had. Die hebben we niet gezien omdat die andere skybase zo verrekte laag was. Dus ik ben nou echt heel erg gefocust op mijn map. Nou, kom op. We hebben nog maar heel weinig. Let's play vloek nu niet. We hebben zoveel moeite gedaan voor zo'n stomme potion te vinden. En ik weet het, er zijn een paar chunks die we dus zeg maar nou niet zien. Maar als hier een skybase zou zitten, dan zouden we hem echt nou vinden. Dus kom op. We hebben nog niks. Ik wil die skybase afmaken, jongens. Ik wil hem echt afmaken. Hey, zag ik daar niet iets? Nee, dat is een wolk volgens mij. Ik zie nog helemaal niks. Tot nu toe hebben we geen geluk. Ik weet het, we hadden heel veel blijheid in de vorige aflevering. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat in deze aflevering ook niet wil. Ik wil geluk. Kom op spel. Kom op, wees een vriend. Wees een maat. Geef mij een skybase. Geef mij een skybase. Kom op spel. Kom op, we hebben nog maar 43 seconden. Oh, ik zie dit zo somber in. Ik heb maar 1 skybase gevonden. Kom op spel.
Waarom ben je zo gemeen? Al vinden we maar één Skybase, dan ben ik al blij. Dan ben ik dan heel blij kunnen... Skybase! Oh, Skybase. Is hier een meteor opgevallen? Kijk eens! Ja! Hier is een... Oh, ik heb nog meteor damage. Hij heeft in ieder geval het huisje niet geraakt. En... Oh, jee. Hi. Willen jullie alsjeblieft heel eventjes... Hier is dus een van de meteoren gevallen. En er zal dus nog ergens een Skybase zijn waar dus hetzelfde is gebeurd. Nou ja, in ieder geval, we kunnen deze heel eventjes mooi looten. Dus weer een tafeltje. En nou hoop ik dat ik hier een... Nou jij mij nou gewoon daar... Het nadeel is dus, hier zullen geen meteoren spawnen. Hier spawnen dus, ik weet niet hoeveel harpies nou. En harpies zijn nog hele gevaarlijke vijanden. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Shoddy Star Fury is op zich wel een grappig zwaard. Maar de Skymail, dat was eigenlijk waar ik dus voor wou gaan. Ja, ik denk dat ik heel eventjes hier... Nadeel is dat we weer niet dat meteordeuntje horen. Ik wil dit sowieso even allemaal opminen. Ook inclusief... Heb ik bommen bij me? Nee. Ook eventjes inclusief dit hier. De meteor. Dus om het meteordeuntje te laten horen hoe dat hij normaal zou klinken... Gooi ik hem nu speciaal eventjes voor jullie in de fast forward. Zodat we hier eventjes alles kunnen minen. Dus editor, ik weet het. Weer een fast forward. Doe het maar. Ga je gang. Het plateau is weer voor jou. Dus fast forward commencing. Ik ga naar huis. Oeh. Moet je kijken hoe snel help. Ik weet het, er staat daar een meteor. En de meteor is gewoon bij ons gespand op de meest vervelende plaats ooit. Om daar dus zeg maar veilig alles te kunnen gaan minen. Het probleem namelijk is... moet je kijken hoeveel verder ik wel niet heb gevonden ondertussen. Het probleem wat we daar hebben is... Op het moment dat daar een meteor... De meteorstukjes zullen dus niet komen. Maar er zullen des te meer harpies spawnen. Wat dus zeker een pain in the ass is om al die blokjes te pakken. Nou, we hebben in ieder geval een Skymail. Een Skymail is dus handig om Sky items mee te maken. Dan kunnen we dus eindelijk onze Sky verdieping afmaken. Dus wil ik zeker hier nog eventjes eentje plaatsen. Dus wat ik wou doen, hebben we zeker voor elkaar gekregen. Nou, als je gaat kijken, die zat dus helemaal daar. En ja, we hebben dus zeg maar dit helemaal geëxploreerd. Maar die zit daar hoog genoeg, dus dat is zeker de plek waar ik later nog eventjes naartoe wil. En ik doe heel eventjes dus dit even afmaken. Even kijken, we hebben weer één tafel. Mag hier staan. Één deur. Oh, we hadden ook trouwens weer een Harpy Matter. Ja, ik heb deze hier even voor de grap opgehangen. Dus jij eentje. Disqual, eventjes dit nou eindelijk afmaken. Ik zei dit even afmaken. Zo. Je hebt er maar eentje, dat is niet eerlijk. Zo. Dan moet hier nog een stoeltje bij. Zo, en nou zien we dus zeg maar dat we te weinig stuff hebben. Want ik heb hier nog maar één deur, maar we hebben dus nog een deur nodig. Maar dat is dus met die skyblocks die ik heb opgepakt, is dat dus hier heel erg makkelijk nou te doen. Ah, echt serieus? Serieus spel? Ah, man. Nou ja, ik ga eventjes snel proberen even nog dit. Zo, heb ik nog een stoel bij me? Ja, één tafel nog dan. Twee tafels nog. Zo. Ik weet dat ik nog een stoel heb zitten, maar ik ben lui. Oké, nou, hier een stoel. Nee, niet zo, niet zo. Kom op, voor... Nee! Oh, nou moet ik daar weer ook... Dory, bouw. Waar heb ik mijn liefwand? Daar. Ja, even wachten nog met die goblinarmen. Ja, ik ben nog even bezig. Zo. Stress. Jij weer terug. Oké, eerst even die tafels even plaatsen. Hier, nee, niet zo, niet zo. Zo een tafel. Zo een tafel. Hier een deur. Stoel. Hier een stoel. En doe maar hier ook een stoel. Oké, die huizen die zijn klaar. Dan gaan we maar eens eventjes ons eigen voorbereiden voor de Goblin Army. Ik heb nou een lasergun, dus kom maar. Ik ben niet bang voor jullie.
Jullie komen echt op een meest onlogische manier. Komen jullie nu opdagen? We hebben er een heel groot probleem mee gehad. Maar nou pon ik jullie allemaal. Ik ben niet meer bang voor jullie. Geef me je geld. Geef me je items. En donder een end op. Kom maar. Kom maar. Oh, wat ben je stoer. Oh, je bent zo stoer en zo gevaarlijker. Ik ben echt bang voor jou. Nou, waar zijn jullie mages? Waar zijn jullie mages, hè? Ja, trouwens, ik heb de map nou niet nodig. Hallo? Kom op, waar is jullie sterke army dan? Hè? Waar zijn jullie dan met jullie blije bakken, zussen? Kom maar. Oeh. Ja. Nou, zijn jullie niet zo stoer, hè? Nee. Serieus, ik wil hun een baas laten zien. Jullie verpesten mijn strategie weer. Jullie komen weer op de meest onlogische manier. Komen jullie voor vader of zo? Heeft hij jullie soms bedrogen en willen jullie hem nou terugpakken of zoiets? Hi. Oh, kijk naar de schade die jullie mij doen. Ik ben zo bang. Oh, kogels van onderen. Oh, kogels van onderen. Uit mijn huis, jullie. Oh. Dat kan gevaarlijk zijn. Als ze bij je NPC's komen, dan wil je ze zo snel mogelijk neerschieten. Ah, de pijn. Kom maar, ik schiet jullie allemaal neer. Nou, waar is jullie leegje dan? Ik zit op jullie te wachten. Hi, ga dood. We lopen weer even terug. Hallo. Ik vind het wel grappig hoe dat de bosmuziek eigenlijk nou speelt. Ik wist niet of jullie de hoop is gevallen, maar op dit moment speelt gewoon de bosmuziek. Hallo, ga dood. Jullie zijn allemaal veilig, mooi. Wil jij uit mijn flashbackhuis gaan? Dit is alleen maar voor mijn awesome kijkers, niet voor jullie. Oh, hi. Ga dood. Nog meer? Kom op, dit is geen uitdaging. Dit is tijdverspilling. Serieus. Weet je wat net gevaarlijk was? Al die harpies, dat was gevaarlijk. Oh. Zie jou nou eens even stoer wezen met je pijlenboog. Jongen. Oh, een hele... Kijk, dit is wat je noemt een leek. En dit is mijn geweldige laserpistool. Ik hou van dit wapen, echt. Zeker handig met de Magic Cups, want ik gewoon... Ik heb mijn meteor armor die ik eigenlijk wil maken, heb ik nog niet eens nodig vanwege die Magic Cups die ik nou heb gemaakt. Oké, waar is die mage? Oh, nee. Het interesseert me niet dat ik veel schade neem, maar hoe durf jij bij de wall of awesome comments te staan? Zo, weg met jullie. Weg met jullie. Weg. Zo, jullie hebben dit keer groots uitgepakt, hè? Volgens mij hebben jullie twee keer zoveel nou bij jullie. Ja, ga dood. Jij ook. Werd een keer tijd. Nou, jullie ook. Weg. Is de muziek afgelopen? Er leeft er nog ergens een. Uwa, de witch doctor has arrived. Uwa. Hey, witch doctor, can you give me the magic words? You say, uwa, uwa, wa, ting, tang, uwa, wa, wa, wing, bang. All right. Uwa, it's the witch doctor. Oké, sorry. Het grap gaat te lang door. Oké, nou hebben we allemaal gekregen van die maloten. Weer heel veel spikeballs. Dit kan weg. Ik was eigenlijk van plan om eventjes... Oh ja, de Harpy Banner, heel erg belangrijk. We hebben in ieder geval dus nou deze huisjes compleet. En dan kan eindelijk zeg maar de... Even kijken hoor. De Tinkerer, waar sta je? Die staat daar. Die kan eindelijk dan daar wonen. En we hadden nog zo'n... Dat was volgens mij die Particle... Of nee, oh ja, die Akbar. Die kan dan eindelijk daar wonen in ons huis weer helemaal voor ons eigen. Goed, ik ga heel even op screen snel eventjes ervoor zorgen dat onze inventory geleegd is. En ik zie jullie in een seconde. Oké, ik heb mijn inventory heel eventjes goed geleegd. De Shoddy Star Fury, ik denk dat ik hem heel eventjes ga bewaren. Het is op zich wel een grappig wapen. Op het moment dat je ermee slaat, dan vallen de sterren. Dus op zich een heel handig wapen. Maar het is een Shoddy, hij doet maar 20 melee damage. Dus echt veel hebben we er op het moment niet aan. Dus ik denk dat ik die eventjes in een van de kisten stop. Die we dus zeg maar hiervoor hebben. Dus ik gooi hem gewoon hier even bij. Voor de rest heb ik mijn inventory helemaal geleegd. Heb ik een LPV potion bij me. Want wij gaan weer richting een baas. Ik denk dat ik genoeg bij me heb voor die baas.
Dus de 11 PV potion die heb ik alvast bij me. Oh, wacht heel eventjes. Wij gaan nou ergens naartoe. En ik weet waar wij naartoe moeten gaan. Dus ik doe alvast eventjes de wall of comment voor vandaag. Doe ik alvast eventjes ophangen. Want wij gaan namelijk naar een dungeon toe. Maar daarvoor hebben wij een baas te verslaan. Dus ik doe heel eventjes de wall of comment eventjes ophangen. Dit is voor... edit. Dit is van episode 8. Episode 8. En dan horen we weer eventjes muziek heel eventjes wegvallen. En dan ga ik heel eventjes kijken. Wat was ook alweer de comment van part 8? Hebben we jou niet al gehad? Even kijken. Oh nee, dat was in een andere let's play. Nou, je bent weer gekozen. Dus, pakkee. Zo, van episode 8. En dat was van Milo. Je bent al een keer eerder geselecteerd volgens mij, als ik me niet vergis. Milo, ja. Ik weet niet hoe dat eigenlijk in de edit... was waarschijnlijk een knip. Van der Wouden. Ik kijk nog heel eventjes snel of ik het inderdaad goed heb geschreven. Mijn excuses nog een keer. Ik heb het goed geschreven. Heel erg belangrijk. En onder de knop heb ik dus jouw comment staan. Dus dan gaan we weer heel eventjes. Milo van der Wouden, die had geschreven... Die rammen in je huis lijken op een gezichtje. Daar ben ik het helemaal mee eens. Denk ik. Ik ga heel eventjes kijken snel eens. Want we zitten al op 15, 16, 17, 18 minuten. Eigenlijk denk ik dat ik dat dan eigenlijk voor de volgende aflevering moet gaan bewaren. Nou ja, we zitten al op zoveel minuten. We hebben een paar ver voort gehad. Ik denk dat ik het inderdaad bij deze aflevering ga houden. En ja, het lijkt hem inderdaad een beetje op een gezichtje. En dit zou dan zo'n pet moeten zijn. Ik vind het inderdaad grappig. Dus ik denk dat ik het bij deze aflevering dan ga houden. Ik bedoel, we hebben toch de Skybase en de... Ja, we hebben een Skybase gevonden en we hebben onze Grasssword kunnen maken. Wat een ingrediënt is om dit zwaard te kunnen upgraden. Dus zeker handig om die zeker nou even bij ons te gaan houden. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal morgen weer te zien. Want morgen gaan we dus naar de legendarische dungeon toe. Waar we dus weer een heleboel items moeten vinden. En om daarin te mogen, zoals ik jullie heb gezegd, hebben we dus een baas die we moeten gaan verslaan. Dus ik zie jullie morgen. Laat een like achter. Laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. Leukste momentje. Vragen, opmerkingen. Kan allemaal. Misschien kom jij wel op de Awesome Wall of Comments. Of eigenlijk in de Flashback House of Comments. Zodat het eigenlijk is. Maakt niet uit. Fiverr, heb jij nog wat te zeggen? Nee. Juist. Ik zie jullie morgen.